Hey, wat leuk dat je kijkt naar vlog 25, waarin ik je eens mee wil nemen in mijn inzichten over schoenen, trappers en klikpedalen waar je tegenaan loopt als beginnend triatleet. Want misschien heb je het op mijn Instagram gezien deze week. Ik vond deze hele vette rode triathlonschoenen, die natuurlijk heel goed passen bij mij als Mr. Red Sneakers. Maar toen ontdekte ik dat ik in een wirwar terecht kwam van soorten klikpedalen. En dat had opeens ook allerlei soorten consequenties. Bijvoorbeeld over hoe ik morgen ga wisselen in mijn eerste duathlonrace in Hoogrijden. Kijk maar eens even goed naar de onderkanten van deze schoenen. Kijk, deze mountainbikeschoen heeft noppen, heeft grip. Ik sprint altijd als een dolle door die wisselzone heen. Deze schoenen, spiegelglad, zit ook nog dat lelijke plaatje onder. Staat zelfs overal op internet, let op, je kan niet goed op deze schoenen lopen. Consequentie, als ik met deze handige triathlonschoenen wil gaan starten, dan moet je automatisch ook wisselen naar de flying mount. Oftewel, dat je schoenen al op de fiets zitten, dat je op je blote voeten of op je sokken. Nou, dat is de volgende consequentie. Wie gaat er op zijn sokken door de wisselzone lopen? Dus opeens moet je dan op je blote voeten gaan wisselen. Op je blote voeten fietsen, op je blote voeten rennen. En dan op je fiets springen en dan onderweg, hè, dan heb je die schoenen met elastiekjes vastgedaan. Ga ik in een andere vlog nog wel een keer wat dieper op in. En dan onderweg je schoenen aan en weer uit. Kan allemaal wel, maar wat is nou de crux? Grootste les over wisselen is, je moet dat oefenen. Nou, het is nu 1 uur of 4 op de zaterdag, morgen is die wedstrijd. Ik ga dus niet meer dat nu oefenen en eigen maken. Ik ga ook niet in een wedstrijd experimenteren met een nieuw soort schoenen en een nieuw soort wissel. Dus ik blijf ouderwets toch maar even morgen met deze schoenen wisselen. Toen besefte ik me, er is dus eigenlijk een heel soort beslisboom van allemaal keuzes en dingen die je gaat kopen die aan elkaar vasthangen. En die ga ik nu rustig aan je uitleggen. Dus je eerste keuze is, wil je klikschoenen of niet? Ja, al vrij snel, zelfs in het mountainbike clubje, zeiden mensen tegen mij, ja, je moet klikpedalen, je moet klikpedalen. En ja, waarom moet je dan klikpedalen? Nou, op zich, die voordelen zijn me wel redelijk snel duidelijk geworden. Als je vastgeklikt zit op je pedaal, kun je natuurlijk ook je pedaal omhoog trekken. Dus kan je veel mooier rond je kracht zetten. En dat merk je bijvoorbeeld bij het klimmen, met name. Maar ook zeker op de mountainbike met de hobbels en kuilen en sprongetjes zit je natuurlijk ook veel steviger aan je fiets vast. Oké, klikschoenen. Maar dan heb je dus 1, 2, 3 soorten pedalen waar je uit kunt kiezen. Die ook weer samenhangen met schoen. Je kan gaan voor een MTB schoen, omdat je ook MTB't zoals ik. Nou, handig. Dan zit je dus aan SPD klikdingen en dan moet je dus ook SPD pedalen hebben. SPD hoort bij Shimano. Laat ik nog meer een keer zeggen. Niets in deze vlogs komt tot stand door betaalde samenwerking of gekregen producten. Ik heb toevallig dit spul van Shimano hier. Of je zegt nee, ik ga voor racefietsschoenen. Maar die komen dan dus ook met racefiets pedalen. Maar de consequentie die daar weer bij hangt, is dat je dus ook een vliegende wissel gaat doen met je schoenen al op je fiets. Want je kan op deze dingen helemaal niet goed door de wisselzone lopen. En de consequentie daar weer van is dat je hoogstwaarschijnlijk, zeker op de korte afstanden, zonder sokken gaat fietsen en met name zonder sokken gaat lopen. Waarmee je dus weer beter moet gaan kijken naar je loopschoenen of dat allemaal past. Nou, allemaal dingen die aan elkaar hangen. Deze week kreeg ik dat allemaal pas door. Mijn keuze is als volgt. Ik heb zeker in mijn eerste triathlons gewoon wel sokken aangedaan. Ik dacht, als ik uiteindelijk blaren of pijn krijg, kost me dat veel meer tijd dan die paar seconden die ik nodig heb in de wissel om even sokken aan te doen. Ik denk dus ook dat ik dan ook mijn schoenen in de wisselzone al aandoet en dan als een speer door die wisselzone kan rennen. En niet op de flying mount. Nou ja, in de toekomst ga ik me wel verdiepen. Natuurlijk, want ik wil uiteindelijk met deze schoenen gaan fietsen. In de wissel waarbij je met elastiekjes je schoenen al op je fiets hebt zitten. Maar als het zover is, maak ik wel weer een nieuwe vlog. Dank voor het kijken, helemaal tot het einde. Mijn naam is Gerrit Heikop en ik maak iedere week een verse vlog over mijn avonturen in de wereld van triathlon in Nederland. Tot volgende week!